Voorzitter, dank u wel. De PVV vindt het wetsvoorstel dat we nu behandelen in één woord verschrikkelijk. Iedereen die een sociale huurwoning heeft, krijgt een huurverhoging aan de broek van tenminste 1,5%. Let wel, dit is bovenop de inflatie van ongeveer 3% per jaar. Mensen die tussen de 33.000 en 43.000 euro verdienen, moeten bovenop die inflatie zelfs 2,5% extra huur gaan betalen. En mensen die meer dan 43.000 euro verdienen, kunnen bovenop de inflatie maar liefst 6,5% meer gaan betalen voor hun huurwoning. Deze draconische huurverhogingen vormen een verzwaring van de woonlasten die werkelijk alle perken te buiten gaat. Een lastenverzwaring die de burger in deze crisistijd natuurlijk ook kan missen als kiespijn. De VVD-verkiezingsleus... Meneer Monash heeft een vraag voor u. Ja. Meneer Monash. Voorzitter, gewoon even voor de feiten in dit debat. U zegt terecht dat in dit regeerakkoord een inkomensafhankelijke huurverhoging voor mensen met een inkomen boven de 43.000, dat die 6,5% is. Maar ik denk dat het even eerlijk is dat de PVV vorig jaar voor een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5% heeft getekend. Dus het verschil waar wij met elkaar over spreken voor die inkomensgroep is 1,5%. Dat klopt toch? Nee, voorzitter, dat klopt niet. De PVV-fractie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wet die hier nu ligt. Als u wilt weten wat de PVV wil doen met de woonmarkt, moet u gewoon even naar ons verkiezingsprogramma kijken. Moet u even naar de doorrekening van het Centraal Planbureau van ons verkiezingsprogramma kijken. En dan ziet u welke keuzes de PVV maakt. En de PVV kiest er duidelijk niet voor om de huren te verhogen. Meneer Monash. Voorzitter, even voor de feiten. Ik was toevallig vorig jaar ook woordvoerder op dit onderwerp. Toen heb ik met uw collega Lucas deze discussie gehad. En ik zal straks in mijn eigen termijn uitleggen wat ons standpunt op dit moment is. Maar ik kan me toch echt niets anders herinneren dat de PVV, dat zie je ook in het verslag, heeft zelfs een paar wijzigingen aangebracht, maar gewoon ingestemd heeft met 5% boven inflatie. Dat heeft u gewoon voor ingestemd. Dat u later uw verkiezingsprogramma heeft veranderd, is tot daaraan toe. Maar voor de feiten, u heeft daar gewoon hier in dit huis nog minder dan een jaar geleden mee ingestemd. Ja, voorzitter, nogmaals voorzitter, de heer Monash zet de wereld op zijn kop. Niet de PVV is verantwoordelijk voor deze wet. De PVDA is verantwoordelijk voor deze wet samen met de VVD. U pakt de burger geld af, de PVV doet dat niet. De PVV maakt de juiste keuzes. De PVV haalt geld weg bij bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Maar wij laten de huurder en overigens ook de koper op de woningmarkt met rust. Dat zijn de feiten, voorzitter. Meneer Verhoeven. Voorzitter, ik vind dit ook iets te mooi voorgesteld door de heer Frisma van de PVV. Want hij kan toch gewoon toegeven dat de PVV in de eerste tranche van deze wet 5% huurverhoging boven 43.000 euro, dat ze daar destijds voor hebben gestemd en dat ze dat dus gewoon mogelijk hebben gemaakt en dat ze daar dus hun handtekening op hebben. Als de heer Frisma zegt dat dat niet waar is, zullen we dan even het verslag van de vorige behandeling, de eerste tranche van deze wet, er even bij pakken? Meneer Frisma. Voorzitter, kijk, de gedoogconstructie is opgehouden met bestaan, zoals u weet, juist omdat de PVV die lastenverzwaringen niet wil. Het hoge woord is eruit, voorzitter. Ja, voorzitter, we hebben het nu op dit moment over een wet die gesteund wordt door VVD, die gesteund wordt door PVDA en die verschrikkelijke gevolgen heeft voor de huurder die de PVV niet wil. Nogmaals, zie ons verkiezingsprogramma en zie de doorrekening van het Centraal Planbureau van dat verkiezingsprogramma. Die is glashelder. Wij maken keuzes die erop neerkomen dat er geen huurverhoging nodig is. Daar moet u naar kijken. Ik heb hier de doorrekening van het Centraal Planbureau voor me. Dat is wat relevant is en al het andere is dat niet. Meneer Verhoeven. Voorzitter, de heer Frisma heeft net gezegd wat relevant is, namelijk vanuit het gedoogakkoord destijds inderdaad gewoon steun voor de verhoging van 5% voor 43.000 en hoger van de PVV. Het is goed dat de heer Frisma dat na wat aandringen gewoon toegeeft. En nog een vraag aan de heer Frisma. Is het niet merkwaardig, voorzitter, dat de PVV en de Partij van de Arbeid op dit dossier sinds een jaar geleden eigenlijk volledig stuivertje hebben gewisseld en dat ze eigenlijk elkaars posities hebben ingenomen? Wat vindt de heer Frisma daar eigenlijk van? Meneer Frisma. Ja, voorzitter, het is eigenlijk dezelfde vraag. Het heeft niets te maken met stuivertje wisselen. Het heeft niets te maken met wat er de afgelopen jaren is gebeurd. De PVV heeft heldere keuzes gemaakt. Die zijn verwoord in ons verkiezingsprogramma. Daar moet u naar kijken. En dat is ook realistisch,
omdat het ook terugkomt in de doorrekening van het Centraal Planbureau. Dus we hebben het hier over realistische keuzes die wij hebben gemaakt. En die laten nogmaals niet alleen de koper van een huis met rust, maar ook de huurder van een huis. Voorzitter, de draconische huurverhogingen waar we het nu over hebben vormen een verzwaring van de woonlasten die werkelijk alle perken te buiten gaat. Dat heb ik net gezegd. De VVD-verkiezingsleus Nederland verdient lastenverlichting is met de kennis van nu gewoon lachwekkend te noemen. De kiezer heeft namelijk precies het tegenovergestelde gekregen. Denk aan de btw-verhoging of de assurantiebelasting. Denk ook aan de beperking van de hypotheekrenteaftrek, het verhogen van het eigen risico. En ga zo maar door. En nu zijn we aanbeland bij de volgende lastenverzwaring in de vorm van deze verschrikkelijke huurverhogingen. Deze verhogingen zijn ook ronduit asociaal als je bedenkt dat 1 miljoen huishoudens nu al grote financiële problemen hebben door de hoge huren. Dat mag je natuurlijk niet nog erger maken. Voorzitter, het is de PVV-fractie hierbij een doorn in het oog dat deze maatregelen worden doorgezet terwijl de koopkrachteffecten niet bekend zijn. De gevolgen van de wet zijn niet meegenomen in de doorrekeningen van het Centraal Planbureau, dus niemand weet waar hij of zij aan toe is. Ik vraag de minister om hier alsnog inzicht in te bieden. Dus welke impact heeft het wetsvoorstel op de totale koopkracht van huurders? Een rapport van MHP doet in deze het ergste vrezen, omdat het aangeeft dat alleen al deze wet voor veel mensen een koopkrachtval betekent van wel 4 of 5%. Kun je nagaan wat de aanslag op de koopkracht is als je alle andere lastenverzwaringen hierbij optelt? Hier moet nogmaals helderheid over komen voordat over deze wet wordt gestemd. Want het kabinet of de coalitiepartijen mogen natuurlijk niet zo laf zijn om geen inzicht te bieden in wat deze wet voor de burger betekent. Zeker niet als je zelf percentages noemt over maximaal aanvaardbaar koopkrachtverlies, wat bijvoorbeeld VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft gedaan. Hoe ben je op deze beloftes af te rekenen als je geen inzicht biedt in de koopkrachteffecten? Voorzitter, mensen die meer verdienen dan 33.000 euro zijn dus extra de klos met deze wet. Daarom moest ik aan een andere VVD-verkiezingsleus denken die de prullenbak in kan. Werken moet lonen. Nee, niet bij dit kabinet. Als je met hard werken iets meer gaat verdienen, moet je ineens veel meer betalen voor hetzelfde huis waar je in woont. Dit moet overigens ook weer omdat Brussel het zo wil. Waarom gaat de minister niet naar Brussel met de mededeling dat de EU zich gewoon niet met onze huren moet bemoeien? Graag een reactie. Voorzitter, onder het mom van het aanpakken van scheefwonen wil het kabinet mensen financieel net zo lang kapot pesten tot ze de koopmarkt opgaan of naar een huurwoning in de vrije sector verhuizen. Het wetsvoorstel is daarmee een uitermate luguber instrument om mensen hun huis uit te jagen. Het is duidelijk dat de PVV-fractie nooit zal instemmen met dit nare wetsvoorstel. En ik vraag het kabinet ook gewoon om hiervan af te zien. Zorg ervoor dat de burger niet te maken krijgt met al die onwenselijke huurverhogingen. En dat kan ook gewoon als je maar de juiste keuzes maakt. Ik heb het net ook al aangegeven, dat bewijst de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de PVV. Wij pakken geen geld af van de huurder, maar halen het bijvoorbeeld weg bij bureaucratie. Bij ontwikkelingshulp. Dat zijn veel logischer keuzes. Het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat het programma van de PVV ten opzichte van het zogenaamde basispad zelfs een structurele huurverlaging bereikt van maar liefst 13,6%. Zo kun je ook met de burger omgaan. En ik vraag het kabinet om dit voorbeeld te volgen. Voorzitter, als je echt het scheefwonen tegen wilt gaan, zijn er natuurlijk veel betere oplossingen dan het opleggen van zware huurverhogingen. De betreffende woningen kunnen bijvoorbeeld ook door corporaties worden verkocht voor een redelijke prijs aan de mensen die de betreffende huurwoningen bewonen. Dan kunnen die hun plekje houden en krijgen corporaties meer inkomsten. Graag een reactie van de minister op een dergelijke alternatieve oplossing van het scheefwonen. Voorzitter, het wetsvoorstel heeft al met al te veel minpunten om op te noemen.
Zo wordt bij de Belastingdienst gecontroleerd wat het inkomen van iemand is en 2 jaar later wordt op grond daarvan bepaald hoeveel huur hij of zij moet betalen. Maar als je op enig moment je baan kwijtraakt en ver beneden de genoemde inkomensgrenzen valt, dan wordt de inmiddels tot stand gekomen extra huurverhoging niet ongedaan gemaakt. Dit is toch een oneerlijkheid die niet valt uit te leggen, vraag ik de minister. Voorzitter, de ouderen van Nederland zijn ook weer zwaar de dupe van dit wetsvoorstel. Het kabinet kan wel zeggen dat scheefwoners de koopmarkt op moeten, maar wie geeft 60-plussers nog een hypotheek? Die kunnen natuurlijk geen kant meer op. Het is werkelijk te gek voor woorden dat het kabinet het voor ouderen onmogelijk maakt om gewoon in hun eigen buurt of huis te blijven waar ze vaak al jarenlang tevreden wonen. Wil de minister deze mensen echt hun huis uitjagen? Graag een reactie. En voorzitter, tenslotte rond ik af met de mededeling dat het me niet bevalt om hier over een wetsvoorstel te praten dat wellicht aan verandering onderhevig is. Het hoort natuurlijk zo te zijn dat het kabinet aangeeft wat de plannen zijn om daar vervolgens over te praten. Maar goed, de coalitiepartijen houden de gelederen gesloten, bieden totaal geen openheid en dat is jammer en daar kan ik het ook bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu... Dank u wel. Nu VVD, PVDA, ChristenUnie, D66 en SGP weer uit de achterkamertjes tevoorschijn zijn gekropen, wordt er op deze achternamiddag nog even een wetsbehandeling CQ woningmarktakkoord doorgejast. De inkt van de nota van wijziging is nog niet eens droog. Financiële doorrekeningen of het in kaart brengen van de gevolgen voor de burger, het doet er niet eens toe. De 5 partijen die deze zaak hebben beklonken vinden het geen enkel probleem om alle gebruikelijke informatie dit keer gewoon achterwege te laten. Kamerleden krijgen daarmee in feite nauwelijks de kans om hun controlerende taak uit te oefenen. De PVV vindt dit niet alleen een schoffering van een deel van de Kamer, maar ook van de vele burgers over wiens hoofd deze rare haastbeslissingen genomen zijn. Maar goed, voorzitter, we ronden nu een debat af en 1 ding is duidelijk. Dit is het kabinet van de lastenverzwaring. In dit geval worden de woonlasten verhoogd. Meer dan 2 miljoen huishoudens moeten opdraaien voor forse huurverhogingen, terwijl ze het geld in deze tijden van crisis natuurlijk niet kunnen missen. Hier doet het nieuwe woningmarktakkoord helemaal niets aan af. Dat akkoord dat het kabinet en 3 oppositiepartijen... met elkaar hebben gesloten. Al kun je van oppositie eigenlijk al niet meer spreken als je zo ruggengraatloos bij het kabinet op schoot kruipt. Voorzitter, aan de kern van de forse huurverhogingen en de kern van de aantasting van de hypotheekrenteaftrek is helemaal niets veranderd. Er is alleen een heel klein doekje voor het bloeden verstrekt waar de burger gewoon niets mee opschiet. De oppositiepartijen hadden er natuurlijk voor moeten zorgen om de huurverhogingen helemaal te blokkeren, maar hebben dat niet gedaan. Op het laatste moment hebben we na een gênant potje paniekvoetbal van een aantal zeer beperkte spelers een chaotische verandering van het regeerakkoord opgediend gekregen. Een verandering die nogmaals niets waard is. Maar goed, als we teruggaan naar de inhoud van de wet, is er voor de PVV maar 1 conclusie. Die huurverhogingen zijn asociaal en ook onnodig. Als je de juiste keuzes maakt, hoef je deze aanslag op de koopkracht van de burger helemaal niet te plegen. En daarom dien ik de volgende motie in, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat Nederland te kampen heeft met een diepe economische crisis, overwegende dat het van belang is dat de koopkracht van de Nederlandse burger zoveel mogelijk op peil blijft, overwegende dat de extra huurverhoging van deze regering veel mensen treft die daardoor veel minder te besteden hebben of moeten verhuizen, overwegende dat het daarnaast onredelijk is om ineens meer geld te vragen voor hetzelfde huurhuis wanneer het gezinsinkomen boven een bepaalde grens komt, verzoekt de regering af te zien van alle huurverhogingen bovenop de inflatie en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraad. Ik kan het daarbij laten, voorzitter. Dank u wel.